De eigen cultuur moet beschermd worden. Dat is de boodschap van de solo-expositie van kunstenaar Sunil Puljoen, die gisteravond is begonnen in de Reditex Art Gallery. De expositie Sanskritika Sangrakshan staat voor behoud van cultuur. De kunstenaar geeft aan dat behoud van de eigen identiteit en het waarderen daarvan voor hem de sleutel is om met succes tot een binding met andere culturen te komen. Als je jouw eigen cultuur niet begrijpt en waardeert, kun je dat evenmin met de cultuur van een ander doen, zegt Puljoen. Waar voorheen de nadruk in zijn beeldtaal lag op de donkere kant van de menselijke aard, focust hij in deze expositie op datgene dat volgens hem mede kan bijdragen aan het uitdrijven van veel van het negatieve in de wereld. Een breder cultureel bewustzijn en respect. Uiteindelijk ben ik toch wel heel blij dat ik hier mag staan om u allen de werken van de gedurende 2 jaren te mogen presenteren. Het verschil in datgene waarmee ik bezig was en nu is in feite niet zo'n groot verschil. Het is alleen een andere benadering vanuit mijn eigen cultuur die ik probeer te geven. Wij leven hier in Suriname in een multiculturele samenleving. En dat is heel mooi om te zien als we om ons heen kijken met al die culturen. Heel belangrijk is vooral wanneer wij onze eigen cultuur die waarde en niet geven. Als wij de cultuur van onszelf die waarde niet geven, hoe gaan wij de cultuur van anderen ook waarderen? Dit is een onderwerp dat de kunstenaar al een tijd lang bezighoudt. In dat kader doet hij onderzoek naar de gevolgen van de verschillende golven van migratie op de ontwikkeling van cultuur en religie, vooral onder jongeren. Voor zijn onderzoek startte Sunil bij zichzelf. Cultuurkenner en danslerares Namita Ajaja is van mening dat de expositie van Puljoen kan bijdragen tot natievorming. Met kunst en cultuureducatie, bij vooral jongeren, kunnen we eigenlijk verzekerd ervan zijn dat we sneller komen, sneller geraken van een echte natievorming. Dus Monique en Sunil, dankjewel dat ik deel mag zijn van dit stukje geluk en voldoening van vanavond. Klassieke Indiase dansstijlen spelen een centrale rol binnen de composities. Deze geven volgens de kunstenaar op een prachtige manier expressie aan de Hindoestaanse cultuur, geschiedenis en spiritualiteit. Puljoen heeft 2 jaren gewerkt aan het realiseren van deze solo-expositie, waarin hij ongeveer 22 werken laat zien en die te zien is tot en met zaterdag 2 december.